te zijn op deze korte maar krachtige rondleiding doorheen het zenuwcentrum van de kerstman. De plek bij uitstek, de kathedraal van het kerstgebeuren, het paleis van werkzaamheden, de elfenfabriek. Alles wat jullie hier vandaag zullen mogen aanschouwen, lieve mensen, op deze toch wel bijzondere open bedrijvendag, werd nog nooit door stervelingen als jullie gezien. Dus profiteer ervan en geef jullie ogen en oren de kost. Inderdaad, beste bezoekers, dit is de plek waar al uw pakjes worden gemaakt. Hier worden de laatste schroefjes vastgedraaid van uw o zo lang verwachte krultang, mevrouw. Hier worden de schermpjes gepoetst van uw computerspel, jongeman. Hier worden de blonde weerspannige haren gekamd van de splinternieuwe Barbiepop, jonge dame. Hier wordt de schapenvacht aan de binnenkant van uw pantoffels genaaid, beste pantoffelhelden, zodat u draad weer uit de sloffen kunt schieten. Deze elfen werken de klok rond, zoals jullie kunnen zien. Uiteraard enkel in de maand voor kerst en volgens alle reglementeringen van de erkende elfenvakbond. En toch heb ik zin in zo'n lekker kluwaai. Zwijg en werk verder, Christoffel. Alle elfen hier doen dit uit pure liefde voor de kerstman. En voor jullie, lieve ontvangers van al dit moois. En voor af en toe een lekkere kluwaai. Hou je kop, Christoffel. Wat moeten de mensen wel denken? Dat wij elfen dronkaard zijn? Niet overdrijven, hè, Victoria. Jij lust er anders ook al eentje, hoor. En die meneer daar, met zijn rode neus. Die heeft ook al enkele gehad, hoor. Niet waar, mevrouw? Ja. Easy door. Het is volgens richtlijn 77 bis van het erkende elfenarbeidsreglement ten strengste verboden om kwaad te spreken op de werkvloer. Laat staan om mensen te beledigen. Ik vrees dat dit onmiddellijk gerapporteerd moet worden aan de kerstman. Wat blieft? Bij die dronkorgel hebben jullie zijn wangen al eens gezien, beste bezoekers. Ho, ho, ho! En nog te zwijgen over zijn rendieren. Enig zelf een rode neus. Rudolf heet hij. Is het niet? Stop, stop, stop. Ik vrees dat ik niet anders kan. Dit moet gemeld worden aan onze werkgever. Bel jij de kerstman, Standeperen? Ho, ho, ho! Wie ga je nu bellen? De kerstman? Of die Standeperen? Die ken ik niet. Dag mevrouw de kerstman, mevrouw de kerstvrouw, dag mevrouw. Sorry dat ik stoor in deze drukke periode van het jaar, maar mag ik uw man even, zijn hoogheid, de kerstman. Wij zitten hier met een ernstig arbeidsincident dat onmiddellijk zijn interventie vereist. Oh, laat die man zijn roestig uitslapen, hè. Wat zegt u? Al genoeg problemen. De rendieren ziek? Maar hoe bedoelt u? Wij werken ons hier te pletter in de productie en u faalt de distributie. Wat zegt u? Ja, die zijn allemaal hier. En wat moet ik vragen? Oké, wij zullen de boodschap doorgeven. Ja, dag mevrouw en de groeten aan de... Opgehangen. Bovingen. Dames en heren, blijkbaar bent u op de hoogte van het feit dat er iets ernstig mis is met de rendieren. De kerstman laat via zijn gemalin vragen om langs te gaan bij de alchemisten om een drankje te halen voor de rendieren. Ze moeten nog voor de kerst genezen zijn, zodat ze hun taak naar behoren kunnen vervullen. Dus, met andere woorden, zijn we hier voor niks onze vlag aan het afdraaien. Ze kunnen die pakjes die wij hier maken toch niet op tijd leveren bij de klant. Dus, kom gasten, schaften! Oh nee,
kinderen, ga hier via het bruggetje naar de alchemisten en help ons om deze verschrikkelijke tijden te doen keren. Doei!